Er was reuring bij speeltuin Strauss & Co. in de Puccinistraat. JWTV maakte een reportage. Klachten, want de buurt wilde de speeltuin open. Vervolgens nam collega Frank Willems het over via een stuk namens de bewoners. Het gaat zich verharden, Dick den Boer. Wat is op het ogenblik de stand van zaken? Nou, de stand is, van zaken is dat ze in april gewoon open gaan met de tijden die wij gewend zijn. Sowieso. Uiteindelijk hebben we een probleem met de wijkregisseur. Die heeft trouwens 4,5 ton in zijn knip zitten voor subsidie. En als wij dan 2000 euro vragen of 2500 euro vragen voor de speeltuin, dan zijn ze niet thuis. Die lopen hier de boel op te poken met de HBV. En daar hebben wij gewoon last van. Wij draaien gewoon goed zoals alle 21 jaar. We hebben al die 21 jaar hebben wij uiteindelijk 80% van de kosten als stichting voor ons rekening genomen. Dus de gemeente mag wel blij wezen dat we dit gedaan hebben. Want als we hier de stekker uittrekken, dat is het tweede object, grote object binnen de wijk. De Blauwe Brug is al verdwenen. De tweede plek is al ook al verdwenen. Even naar die bewoners. Die bewoners die blijken collectief aan te geven dat ze geen behoefte hebben aan een speeltuin met hekken eromheen en die maar weinig open is. Nou, wij hebben de openingstijden afgestemd met name voor de jeugd. En met degene die hier als vrijwilliger werkzaam zijn. En dat klopt precies, want als kinderen dan uit school komen, komen ze hier spelen. En zomers zijn we meer open als winters. En winters hebben we een periode dat ze het op moeten knappen. Dan zijn we na een paar weken inderdaad zijn we dicht. Even juridisch gezien, de speeltuin. Van wie is hij eigenlijk? Nou, wij zijn de eigenaar en de beheerder van als stichting. En wij hebben zeg maar alle kosten gehad voor deze tent. En alle nieuwe spullen die er staan met fondsen hebben wij betaald. We hebben bedrag uitgegeven. Zelf hebben we het hek betaald van 10.000 euro uit eigen knip. En uiteindelijk om de verhoudingen scherp te stellen. Wij zijn degene die het geld erin hebben ingestoken. En wij zijn degene die zeg maar, het meeste hebben ingeleverd. Dus dat zijn de verhoudingen. Zijn er nou mensen uit de buurt die letterlijk naar je toe komen en zeggen van joh, wat is er aan de hand en waarom is die speeltuin altijd dicht? Nou nee hoor, wij zien hier nooit iemand en ik loop hier nu al 20 jaar rond en de vrijwilligers ook, die hebben een meldplicht naar ons toe als er wat gebeurt. Uiteindelijk gebeurt het in achterafkamertjes met de wijkregisseur, die zeg maar de boel aan het opkloppen is hier zo en daar hebben we gewoon veel last van. Heb je zelf je hand uitgestoken naar al die partijen die tegen zijn? Dick, de partijen die tegen je zijn, de bewoners, de gemeente, heb je ze wel eens om de tafel geroepen? Nee, dat wordt door onze wijkregisseur gedaan, achter onze rug om. Wij worden er niet bij uitgenodigd. Wij zijn de partij die schijnbaar het laatst wordt ingelicht over wat er dan daar besloten is, zonder ons. Nou, dat vinden wij zeer kwalijk. We hebben ook het vertrouwen in die wijkregisseur opgezegd, want er is geen manier van doen. Nou zou je denken van, nou, de ouders en de kinderen die hier komen, hebben zij nog wat voor jullie gedaan? Nou, de kinderen die hier regelmatig komen spelen, die hebben handtekeningen opgehaald over de bezoekers die hier komen. Daar heb ik niks aan gedaan. De kinderen zelf gedaan, hebben 120 handtekeningen opgehaald als petitie aangeboden aan de burgemeester. En tot nu toe hebben we steeds geen antwoord gekregen. En ik heb zelfs gisteren een ambtenaar gesproken, die weet er nergens van. En tenslotte, hoe nu verder? Nou, wij gaan in april, zoals altijd, gewoon starten met de tijden die we hebben. Die staan op de porto. En dan is die weer gewoon geschikt voor kleine kinderen tot 12 jaar. Want wat gebeurt er nou als de gemeente zijn zin krijgt? Dan gaan de poorten hier open. Dan gaat iedereen in en uit. En dan gaan de kleine kinderen gaan verdwijnen. Dan verdwijnt er gewoon een unieke plek in Groenoord.